gebouw van Francesca Torzo, en dat zal misschien niet opvallen voor een bezoeker, bevat eigenlijk al heel veel intenties op zichzelf. Heel dat gebouw triggert je voortdurend om te bewegen, om te dansen door dat gebouw, om je bewust te worden van je eigen bewegen, van je eigen aanwezigheid. Ja, dan breng je daar kunstenaars in binnen en in hedendaagse kunst gaat het eigenlijk zelden nog, of toch veel minder, over het object op zich, maar veel vaker over het soort idee dat erachter zit. En dat soort werk bestaat alleen maar door de bezoeker. Als er geen bezoeker is, is er eigenlijk dan ook heel vaak geen werk. En het gebouw fungeert daarbij een beetje als een soort mal of als een soort gids in die ervaring of in dat contact tussen het werk en de bezoeker. Maar in alle geval, zonder de bezoeker is er geen tentoonstelling. Lotte van den Oudenaren werkt eigenlijk heel vaak met elementen die vluchtig zijn, die vergankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld licht. Of in dit geval ook met letters op de grond die als een soort fresco op de grond geschilderd zijn, maar die vergaan. En de bedoeling hier is dus dat ze je doet denken aan wat je meebrengt naar binnen van buiten. Dus de herinnering aan die straat, aan hoe je gelopen bent om binnen te komen, die speelt mee, maar die vervaagt tegelijk ook door de nieuwe ervaring die er bovenop komt. Het aanknopingspunt om met Noé Soulier te werken is een voorstelling die hij een aantal jaar geleden in de Centre Pompidou in Parijs gemaakt heeft. Voorstelling is geen slecht woord, want het is eigenlijk een tentoonstelling die voor de ogen van het publiek opgebouwd, afgebroken, weer opgebouwd, weer afgebroken, weer opgebouwd, weer afgebroken wordt. Waardoor je ziet hoe een tentoonstelling maken eigenlijk ook een soort opvoering is. Alleen op het ogenblik dat mensen binnenkomen in de tentoonstelling is de opvoering in zekere zin voorbij en staande werken. Daar zie je dus wat er overblijft van die opvoering. Dus hier keerde hij het proces om en hij toonde hoe een werk eigenlijk ook zijn waarde krijgt door de combinatie met andere werken en hoe die betekenis verschuift naar gelang dat er andere dingen bij komen of weggaan. Hij had toen ook een heel interessante ervaring opgedaan met het werken met dummies, omdat je kan je wel voorstellen met die relatief dure collectiestukken dat men dat soort voorstelling bij het repeteren niet voortdurend met die dure dingen wil doen, dat men dat alleen voorbouwt voor de voorstelling zelf. En dus ze werkten met een soort dummies die in het Frans fantoom heten of spoken. Maar het interessante, had hij opgemerkt, was dat de technici, want het zijn echt pure technici die dat werk opvoerden, dat die eigenlijk die dummies of die fantoom met evenveel respect behandelden als de echte werken, zodanig dat de vraag bijna werd van waar zit de waarde van een werk eigenlijk? Zit die in iets intrinsiek wat met het ding zelf te maken heeft? Of zit die ook in de aandacht die degene die ermee omgaat eraan geeft, eraan toevertrouwt? Les gens du Terpin hebben ons twee werken voorgesteld. Het eerste is een bestaand werk, Anthropometrie, wat een uitnodiging is aan de bezoeker om het gebouw te verkennen en om heel aandachtig het gebouw in zich op te nemen. Het tweede werk heet Consigne de Sécurité en daar gaat over een soort onzichtbare architectuur van veiligheidsvoorschriften. Het is ontstaan door de ervaringen die Les gens du Terpin hadden als gast van de Documenta. Dus ze merkten dat heel veel van de installaties en de performances die ze wilden uitvoeren, dat die op allerlei verboden en reglementen en beperkingen stoten die allemaal te maken hadden met veiligheid. Zo'n veiligheidsvoorschriften bepalen heel sterk wat er kan, hoe het kan, wat je kan zien, hoe je kan lopen enzovoort. En eigenlijk door die consigne de sécurité, wat eigenlijk een soort performance is die de toeschouwer zelf moet uitvoeren, namelijk hij moet op het dak gaan aan een soort lifeline. Ja, die consigne de sécurité tonen eigenlijk heel duidelijk waar de beperkingen zitten die onzichtbaar blijven in zo'n gebouw. Skip the Expo van Anton Paris is een werk dat eigenlijk
voor je naar buiten gaat, nog eens de vraag stelt van wat neem je nu uiteindelijk mee van de tentoonstelling en wat blijft er hangen? Is het de uitleg die blijft hangen? Zijn het de werken zelf? Is het de wisselwerking tussen de uitleg en de werken zelf? Wat blijft er eigenlijk hangen uiteindelijk van een tentoonstelling? En die vraag keert ook terug bij William Forsythe. Die zit ook in het werk van Noé Soulier en van anderen. William Forsythe heeft een heel aantal werken gemaakt die allemaal unsustainable heten. Unsustainable betekent van je kan het gewoon niet volhouden. Of het is unsustainable, is duurzaam, maar het gaat eigenlijk niet over duurzaamheid in die zin. Het gaat over krijg je dit voor elkaar. Nu die reeks opdrachten die op de vloer geplakletterd staan, je moet het maar eens proberen, maar het is wel bijzonder moeilijk om die allemaal naar elkaar uit te voeren. En ook hoe je het uitvoert, als verschillende mensen het proberen, zal je zien dat die dat allemaal helemaal anders lezen en hoe die instructies moeten vertaald worden in beweging. Veel nieuwe musea hebben de onhebbelijke gewoonte om als een kanonschot te werken. Een kanonschot functioneert altijd. De mensen verschieten en lopen hard weg en zijn helemaal onder de indruk. Dit gebouw werkt helemaal niet zo. De meeste ruimtes zijn uiteindelijk relatief eenvoudig van vorm. Maar ze zitten anders dan zo'n spectaculair museum. Wel vol heel fijne details. En eigenlijk alle betekenis komt voort uit de heel precieze keuze van waar zit een deur, waar zit een trap, hoe werkt een leuning, waar staat een kolommetje. En dus deze tentoonstelling is een soort uitnodiging om te leren kijken en om te zien waar eigenlijk allerlei, in plaats van kanonschoten, allerlei fijne klanken, muziekjes, gefluister soms, in zo'n gebouw zit en wat je daarmee allemaal zou kunnen doen. Daarom zijn ook de werken die hier staan weinig spectaculair. Het werk van Benjamin Verdonk zie je eigenlijk bijna niet. Het is wel zeer zichtbaar, maar toch kijken mensen er bijna overheen. Om te denken van, waar staat het nu? Maar zo leer je kijken ook naar dat gebouw en wat het, waar het je aan doet denken, hoe het je leert kijken en voelen en ervaren.